Yo mensen van Noem maar Gamen, awesome dat jullie nog maar weer kijken naar alweer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island hier op Noem maar Gamen. Ik heb er persoonlijk weer enorm veel zin in om deze nieuwe video voor jullie te gaan maken en hopelijk hebben jullie er ook weer zin in om deze nieuwe video te gaan kijken. Wat gaan wij doen in deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island? In deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island ga ik met jullie beginnen aan het Noem maar Gamen doolhof. Dat doolhof gaan wij niet maken op ons eilandje, want zoals jullie misschien vanaf dit perspectief al wel kunnen zien is mijn eilandje helemaal volgebouwd met dingen die ik door de tijd heen heb gebouwd, die ik door de 350 afleveringen heen heb gebouwd. Of ja, eigenlijk de 320 afleveringen, als je het wilt afronden. Wat gaan we deze aflevering doen? We gaan dus een doolhof bouwen op het vasteland. En ik ben nog een beetje aan het brainstormen over hoe ik dat het liefst wil gaan doen. Ik heb natuurlijk de vorige aflevering alle resources verzameld, waaronder ook een splash potion of potion. Want ik wilde namelijk ook een paar traps in gaan maken. Dat leek mij persoonlijk een heel erg leuk idee. En voor de rest heb ik cobblestone meegenomen. En ik heb ook wat leaves meegenomen met een shears. Want ik ga namelijk een doolhof maken van leaves, van roze carpets en van traps. Dat is eigenlijk hetgeen waarom ik dus ook een dispender bij me heb. Dus ik ga even nog het een en ander dumpen, want ik heb namelijk allemaal spullen bij me die ik niet nodig heb. Ik heb wel paintings nodig, want daar wil ik namelijk ook iets leuks mee gaan doen. Wat precies, dat weet ik nog niet. Ik heb ook acacia hout nodig, want ik wilde namelijk een beetje een boomachtig doolhof van maken. Dat is tenminste wel waar ik naartoe probeer te werken. Of het gaat lukken, dat durf ik uiteraard niet met zekerheid zeggen, maar dat is wel wat ik ga proberen te doen. En ik heb nog heel erg veel andere shit bij me, waaronder heel erg veel netherwart. Nou, hier zit in ieder geval heel erg veel netherwart in. Ik had niet zozeer heel erg veel netherwart bij me. Viel nog enigszins wel mee. Maar in ieder geval, jongens en meisjes, welkom terug. Vergeet natuurlijk niet even een blauw duimpje op deze video achter te laten als je dat nog niet gedaan hebt. Dat zou ik in ieder geval heel erg op prijs stellen. Als we namelijk de 1000 likes op deze video halen, dan komt de volgende aflevering weer iemand in de Hall of Fame. En natuurlijk ook weer iemand in de Book of Fame. En als we onder de 1000 likes halen, dan komt er alleen iemand in de Book of Fame. Wat natuurlijk ook super awesome is. Maar ook iemand in de Hall of Fame zou natuurlijk helemaal leuk zijn. Maar wat gaan we deze aflevering doen? We hebben hier uiteraard de ruige prikkende rakker, zoals jullie misschien wel weten. En ik ga als allereerst even slapen, want ik heb namelijk het idee dat het weer nacht gaat worden. Ik zie Miley Cyrus namelijk al een klein beetje van kleur veranderen, wat eigenlijk gewoon vrijwel inhoudt dat zij ten onder gaat. Oh mijn god, Job, wat vreselijk. Nee, maar het wordt nacht. En als jullie dit kijken, dan ben ik waarschijnlijk net klaar met livestream. Of ja, net klaar is een beetje groots gesproken. Ik ga namelijk vanaf 2:30 tot en met 4:15 ga ik voor jullie livestreamen. Of heb ik voor jullie gelivestreamd eigenlijk. Ja, nu moet ik het nog doen, maar als jullie dit kijken, heb ik het al gedaan. Mensen zullen zich waarschijnlijk af hebben gevraagd van, joh, maar ik was op YouTube, op jouw YouTube kanaal om 2:30 of om 3:15 en ik zag je helemaal niet livestreamen. Dat klopt, ik livestream namelijk eigenlijk alleen nog maar op mijn Twitch kanaal, namelijk twitch.tv/doemaargamen. De link staat bovenaan in de beschrijving. Dus stel voor jij denkt van, Job, ik wil je vaker zien streamen of ik wil jou gewoon überhaupt een keer zien streamen, check dan even de bovenste link in de beschrijving. Die link leidt je namelijk naar mijn Twitch kanaal, twitch.tv/doemaargamen. En ik stream daar wekelijks op en met wekelijks doe ik 1 keer à 2 keer in de week gewoon even lekker een stream van 2 uur of 3 uur lang. En dan ga ik voor jullie lekker Minecraft spelen of een andere game. Als het goed is heb ik vandaag al Minecraft gestreamd, Minecraft minigames. Of dat ook echt zo is, dat durf ik momenteel niet met zekerheid te zeggen. Want ja, zoals ik al had verteld, ik moet nog gaan streamen. Dus als jullie dit zien, weten jullie dat waarschijnlijk al wat ik heb gestreamd. Maar nu moet ik het eigenlijk gewoon nog doen. Nou, dat wou ik jullie dus even mededelen. Want sommige mensen zullen zich misschien afvragen wat ik nou precies heb gestreamd. En dan weten jullie dat nu dus ook. Maar nee, we gaan het doolhof bouwen. En jullie moeten niet schrikken, want het dorpje staat er niet meer. En er staat ook een groot gedeelte van de achtbaan staat er niet meer. Maar dat heeft er dus mee te maken. Of ja, dit staat er wel. Maar het dorpje staat er niet meer. Inderdaad, dat klopt. Er is namelijk wat gebeurd met de map waardoor die corrupt is geraakt. Het dorpje komt binnenkort terug, dat beloof ik jullie. Alleen dan kan ik momenteel even vrij weinig aan veranderen. Ik zit namelijk een beetje knel als je kijkt naar de tijd. Ik bedoel, ik wil graag streamen. Ik wil nog veel andere dingen doen. Ik wil jullie gewoon lekker entertainen. Oftewel hetgeen wat ik het leuk vind om te doen. En soms heb je dan net iets te weinig tijd om alles te doen wat op jouw bucketlist staat voor die dag eigenlijk. Zo moet je het een beetje zien. En dat heb ik dus nu ook een klein beetje. Maar dat maakt helemaal niet uit, want we gaan lekker genieten van deze nieuwe video. En wat gaan wij doen? Nou, we gaan dus een doolhof maken. Laten we even beginnen. Bij het begin. Laten we even een shovel pakken en laten we eens even gaan kijken waar wij de doolhof precies willen gaan maken. Ik zat er namelijk zelf aan te denken om het hier te gaan doen. Hier zo. Want had ik hier al iets gebouwd? Ik geloof het niet, toch? Denk nou, Job, heb je hier al iets gebouwd? We hadden geloof ik alleen daar nog maar wat gebouwd. Hier hadden we geloof ik nog helemaal niets gemaakt. Dus we zouden hier, zouden wij een doolhof kunnen gaan maken. Wat mij wel een leuk idee lijkt. Want ik heb namelijk wel wat leuke ideetjes voor een doolhof. Ziet als een soort van Saw-achtige doolhof. Met lekker veel vallen en al dat soort dingen. Nou, nu vragen jullie je misschien af, Job, wat heb je vandaag gedaan? Want ik ben namelijk naar je aan het kijken waar je aan het scheppen bent. Is niet heel erg interessant. Vertel wat je vandaag allemaal hebt gedaan. Nou, vandaag ben ik voornamelijk bezig geweest met het opnemen voor dingen voor de Doe Maar Game vernieuwing. Oeps, dat is een hele kleine spoiler. Nu weten jullie dus dat dat ook deels te maken heeft met opnemen. Nogmaals, jullie weten natuurlijk dat ik de afgelopen tijd druk bezig ben geweest met een project genaamd de Doe Maar Gamen Vernieuwing / de Doe Maar Gamen Optimalisatie. En Job, wat houdt het nou precies in? Daar ga ik binnenkort een update video over maken. Met binnenkort bedoel ik dan eigenlijk nog het einde van deze week het liefst. Want aan het einde van deze week moet ik namelijk weer naar school toe. Of ja, aan het einde van deze week, aan het begin van volgende week moet ik weer naar school toe.
Vind je dat erg, Job? Nou, eigenlijk vind ik het niet heel erg, weet je. Ik bedoel, school is natuurlijk niet het leukste wat er is, laten we eerlijk zijn. Maar het is ook niet het ergste wat er is. Ik bedoel, er zijn echt ergere dingen als school. Sommige mensen die willen naar school en die kunnen niet naar school. Kijk, ik wil niet naar school en ik moet naar school, weet je. Ik bedoel, school is altijd een beetje een groot onderwerp geweest waar veel over gediscussieerd wordt. Sommige mensen vinden school leuk, sommige mensen vinden school wat minder leuk. Ik heb er niet zozeer een mening over klaar liggen. Ik vind school in principe niet heel erg stom, maar ik vind het ook niet heel erg leuk. Ik bedoel, als ik mag kiezen om thuis YouTube-video's te maken en te zijn aan het livestreamen zijn op Twitch, ga ik voor thuis YouTube-video's maken en livestreamen op Twitch. Maar het is belangrijk, ja, 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 jullie kennen dat hele riedeltje wel. En het is ook echt belangrijk. Ik bedoel, ik zeg dit niet omdat ik het niet zelf niet belangrijk vind. Alleen, ja... Het is school, kom op jongens. Ik ga hier toch geen positieve mening over hebben. Dat zou ook weer zo raar zijn. Ik bedoel, ik ben een YouTuber. Ik probeer jullie te entertainen. Ik ben jullie moeder niet. Ik moet niet tegen jullie zeggen, jongens, school is leuk. Probeer lol te hebben. Of zoiets. Boeken, lezen en dingen. Linealen, inderdaad. Nou, cool. We gaan beginnen. Ik wil beginnen met het dorp. En dat ga ik op een hele random manier doen. Ik ga hier namelijk beginnen. Let op, guys. Het wordt echt heel erg awesome. Bereid je voor op het meest awesome iets wat je ooit in je hele awesome leven hebt gezien. Nou, we beginnen met dit. En jullie vragen je misschien af, Job, wat is dit? Nou, dit is een deur. En ja, dat wordt dus een heel, heel groot doolhof. En het moet dus ook beginnen met een deur. Lijkt me vrij logisch. En ik heb er een beetje over nagedacht op screen wat voor soort doolhof ik nou precies wil gaan maken. Want ik had natuurlijk aan jullie al gevraagd, maar willen jullie een quiz doolhof zien of een normaal doolhof? De meeste mensen, de voorkeur van de meeste mensen ging toch wel uit naar een normaal doolhof. Wat ik enigszins ook wel begrijp. Want een normaal doolhof is toch wel hetgene wat het meest, wat denk ik wat leukst is om te maken. Want dan moet je namelijk vragen bedenken. En jij weet dan natuurlijk het antwoord op die vragen al. En dat is eigenlijk allemaal één groot gedoe, om het even zo te zeggen. Terwijl het maken van een doolhof wat gewoon simpelweg keuze A of keuze B is. Of eigenlijk gewoon weg links of weg rechts. Dat is gewoon denk ik wat leukst om naar te kijken en ook het leukste om te maken. Maar nee, ik raad jullie aan om even... naar mijn Twitch te gaan. Links en boven in de beschrijving. En mij even te volgen op Twitch. Want ik livestream namelijk de afgelopen tijd vrij veel. En als ik naar school toe ga, ben ik ook van plan om veel te gaan livestreamen. Ja, maar hoe bedoel je dat dan met huiswerk? Nou, ik heb ook weekenden. Ik ben soms zo nu en dan ook wel eens vroeg uit. Dus ik ga gewoon proberen dan ook zo nu en dan te gaan livestreamen. Misschien ga ik dat dan gewoon doen wanneer ik bijvoorbeeld net uit school kom. Dat ik dan gelijk voor jullie ga streamen. Ik weet het niet. Maar zoiets heb ik in ieder geval wel in mijn hoofd. En ik heb het idee dat het allemaal wel vrij awesome gaat worden. Dus dat raad ik jullie aan. Ga even naar de bovenste link in de beschrijving. Ga naar mijn Twitch. Volg mij even op Twitch. Als jullie mij willen volgen op Twitch, ga je naar mijn Twitch pagina toe. En dan druk je op dat volgknopje. Dat zie je bijna niet over het hoofd. En als je dat wel over het hoofd ziet, dan is er toch wel iets goed mis met je. Laat ik het zo zeggen. Maar dat zien jullie vast wel. Maar nee, even back to the point. Even back to the video. Een doolhof. Nou, cool. We beginnen gewoon even met het basic gedeelte. Zo. En we moeten beginnen met het maken van gangen, uiteraard. Dat is natuurlijk wel logisch. Ik ga ook heel veel dispenders maken met pijlen erin, by the way. Dus ik moet even wat meer dispenders maken deze aflevering. Sowieso. Veel rolls. Heel veel rolls. Job, waarom rolls? Omdat ik dat het meest had in mijn kistenkamer. Dus dan ben ik maar gewoon gegaan voor rolls. Weet je, fuck it. Ik vind het wel best. Nou, je komt binnen en je bent hier. Wat leuk. Nou, nu moeten we natuurlijk een beetje het hele doolhof-sfeertje gaan creëren. En dat gaan we gewoon op deze manier doen, zo. Wat echt een beetje een doolhof wordt, uiteraard. Dat moet natuurlijk wel. Zo. Kijk. Nu krijg je een beetje een doolhofgevoel, guys. Nu krijgen we al een klein beetje een gevoel dat we in het doolhof zitten. Want als je namelijk dit zo een beetje bekleedt met carpets, dat moet natuurlijk geen dirt zijn. Kijk, dan begin je al echt... Hier begin je al een beetje het eerste gangetje te krijgen waar je hier doorheen probeert te wiebelen, om het even zo te zeggen. Wat me ook wel leuk leek om te doen is dit. En ik weet niet of dat kan. Dat vraag ik me wel af. Ik denk niet dat hij groter kan. Ja, hij kan niet groter. En er is geloof ik geen painting bij mij die klein is. Oh, wel. Oh, dat kan wel. Kun je wel op Leaves? Oh, je kunt wel op Leaves een painting plaatsen. Oh, nice. Dat is namelijk hetgeen wat ik heel graag wou. Dus ik vraag me af of het mogelijk is om een hele leuke painting te krijgen. Ah, die was leuk. Ah, die was ook leuk. Shit. Te snel zijn mijn reflectie, jongens. Ik kennen jullie die serie Lucky Luke heette dat, geloof ik? Die kerel die zogenaamd sneller was als zijn schaduw. Nou, ik ben sneller dan mijn reflexen. Dat dus. Oké, nu moeten we eigenlijk de eerste weg krijgen die ons twee gangen laat gaan. Dus dan heb je eigenlijk dit. Zo. Moet ik even dit erbij pakken. Want ik had namelijk daarvoor het cobblestone meegenomen. Nou, dit wordt dus de eerste gang eigenlijk. En dit is de foute gang die we nu maken. Dus eigenlijk moeten we nu een naar iets doen. Dit is namelijk de foute gang. Dus ik wil eigenlijk dat hier lava komt. Dus dat je er doorheen komt en dat hier lava komt. Dat wil ik. Dat vind ik leuk, weet je. Hou ik van. Of een dispender. Of gaan we hier gelijk al de dispender plaatsen. Dat kan ook. Ik weet alleen niet hoe tripwirehoek werkt. Misschien heel slecht van me, maar ik weet dat echt niet. Zo, dan pak ik wel even deze erbij. Hotsevlot, zo doen we dat. Hebben we weer wat meer carpets erbij. Ik moet sowieso wat meer roze carpets hebben. Kijk, doen we zo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, kut, dat moest niet.
1, 2, 3. Voor de mensen die zich afvragen, Job, wat ben je aan het maken? Een doolhofkijker. Ik denk dat je dat eigenlijk al wel wist hoe je de video aanklikt. Want waarschijnlijk staat het ook in de bijtitel. Oké, kijk, dit ziet er tof uit. En dan wil ik eigenlijk, dit wil ik ook leaves hebben als ik eerlijk ben. Maar kun je wel carpets plaatsen op leaves? Ja, dat kan. Dan is het goed. Dan kan ik dit namelijk even veranderen tot leaves. Vind ik wat mooier, weet je. Dan heb je echt een beetje het idee alsof het echt een leaf slash houtdolf is. En niets anders. Dan doen we gewoon even zo. Leaf, leaf, leaf. Dun, 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 dun. En hier? Ja, daar moet dan iets naars komen. Iets waarvan je denkt, nee, shit. We zouden kunnen zeggen. Ja, dat kan. Kijk, zo. Werkt dat? We gaan erachter komen. Dit is de allereerste keer dat ik eigenlijk serieus... Oh, what the fuck doe ik nou weer? Ik dacht wel dat het de crafting table was, wel wat slecht. Dit is de eerste keer dat ik serieus iets maak met redstone. Of nou, de eerste keer dat ik iets maak met redstone is het niet. Maar dat ik ga proberen... Ja, het werkt. Dat ik iets ga proberen te maken met redstone. Ah, kut, wat heb ik nou gedaan? Wat heb ik zojuist gedaan? Dat was echt totaal niet de bedoeling. En dan ben ik serieus en dat was echt totaal niet de bedoeling. Zo. Oké, wat we dus gaan doen is we doen dit. We plaatsen steeds even. Zo. Ja, het werkt. Cool. Dus, wat we dan doen, is het volgende. Nou, we moeten alles van leaves hebben, guys. Dat is een beetje het hele plan. Dat is het plan. Ah, dat kan niet. Dat is jammer, dat kan niet. Dan moeten we hier, denk ik, iets plaatsen wat ook wel leuk is. Roze wol bijvoorbeeld. Kijk, doen we zo. En dan moeten we een enderpearl hebben, want ik moet mezelf hier even uitteleporteren. Alright, en wat we dan doen, is dan doen we hier. Pakken we dit er even uit. En dan doen we de slowness potions in. Dus ben je zo dom om door te lopen? Geen idee welke imbecile. Oké, ik misschien. Kijk, als je dan hier per ongeluk inloopt, dan moeten we het iets anders doen. Dat je erin wordt geduwd door een piston of zo. Als we hier nou een ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Dan moeten we hier een button weten te plaatsen. En als je dan op die button loopt, wordt er hier een piston geactiveerd. En dan word je hier ingeduwd. Hoe fucking epic is dat? Oké, guys. Ik heb al zoveel leuke ideeën voor dit dorp. Ik ben gewoon de nieuwe Sal. Ik ben gewoon Sal in Minecraft. Holy shit, guys. Maar dat gaan we dus even proberen te doen. We gaan dus gewoon eigenlijk een piston maken die op redstone werkt. En zodra je dan die gang aan het uitlopen bent. En je denkt van, oh, het loopt dood. En je wil je net omkeren, dan... En je wordt in het gat geduwd waardoor je een potion op je krijgt. Vind ik persoonlijk een vrij leuk idee. Misschien is het een klein beetje een nieuwe manier van leedvermaak. Eigenlijk best wel zielig dat ik dit aan het maken ben. Terwijl dit een singleplayer een wereld is. Maar dat maakt helemaal niet uit. Kan allemaal hierop doen maar gamen. We maken er gewoon wat leuks van. Ik bedoel, wij doen ook maar gewoon ons best. En dan gaan we deze map gewoon eens een keer te map download zetten. En dan ga ik eens even kijken wie er intrapt. Misschien is er wel een kijker die niet weet hoe dat zit, weet je. Ik bedoel, wie weet. Zoveel enderpearls. Ik vind het zo leuk om te doen. Oké, ik plaats nog even één. Want ik moet natuurlijk wel enderpearls blijven behouden. Maar dat begrijp je waarschijnlijk zelf ook. Oké, nog één. Hoppakeetje. Zo. Oké, alright. Wat gaan we doen? Ik heb gelukkig hele goede boots. Nou, ik verder van een 4, 5, protection 3. Ik moet alleen nog even een breaking 3 erop weten te krijgen. Als ik niet wil dat ze snel kapot gaan. Oké, we gaan dus even een sticky piston pakken. En dan hoop ik dat mijn idee werkt. Zal in ieder geval wel hartstikke leuk zijn. Sticky pistons. Hier. Oh, ik heb er gelijk al één. Kijk eens aan. En dan moeten we redstone hebben. Een klein beetje redstone voor deze gekke jongen. Klein beetje maar. Pak nog een paar van die dingen. Pak een paar van die dingen. En dat is vrijwel alles wat ik nodig heb. En dan gaan we slapen. En dan gaan we snel weer terug naar het doolhof, jongens en meisjes. Als jullie nog leuke ideeën hebben voor het doolhof, laat het me dan hier beneden even weten in de reacties. Ik sta vrijwel open voor elke reactie. Voor elke reactie die er bestaat op deze prachtig mooie aardbol, sta ik voor open. Dus als er een bepaald luik zit aan mijn lichaam, dan is die open voor elke reactie. En natuurlijk, als je een reactie achterlaat en een blauw duimpje achterlaat. En ik vind de reactie leuk of het helpt mij rondom deze Survival Island serie. Is er een mogelijkheid dat ik jou daarom in de Hall of Fame zet als we de 1000 likes halen? En als we onder de 1000 likes halen, misschien wel in de Book of Fame. Sowieso, als we onder de 1000 likes halen, kan er ook iemand in de Book of Fame komen hoor. Voor de mensen die dat zich afvragen. Maar dat wisten jullie waarschijnlijk al lang. Maar nee, ik heb daar naast me heb ik een greenscreen staan. Ik weet niet of ik die jullie makkelijk kan laten zien. Ik ga in ieder geval even mijn best doen. Ik zal het even kunnen proberen. Kijk. Daar staat een greenscreen en een softbox. Die softbox die staat omdat ik anders niet goed belicht ben. Jullie vragen je misschien af, Job, een greenscreen. Waarom heb je die daar staan en niet daar? Want normaal gesproken staat hij namelijk aan de zijkant van mijn bed. Dat is om de volgende reden kijken. Dat is omdat ik dus zometeen ga livestreamen. En ik ben van plan om deze keer mijn allereerste livestream te gaan doen met een greenscreen. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe het gaat werken. Ik heb het nog nooit eerder gedaan, moet ik eerlijk zijn. Ik heb het wel een keer in een video gedaan. Maar een greenscreen is meer voor streams, niet voor een video. Ook al zeg ik het zelf. Je spuurt mijn mening. Misschien is jouw mening wel anders. Maar dat maakt het ook niet aan, want dat is dus het leuke aan verschillende soorten meningen hebben. Op die manier krijg je dus verschillende soorten setups in livestreams. En verschillende soorten, manieren van streamen eigenlijk. Maar nee, jongens en meisjes. Wij gaan snel weer terug. Het leuke is dat hij heel erg gecamoufleerd is. Omdat er namelijk een bos zit met dezelfde leaves als die. Dus dat is een beetje een gecamoufleerde boel. Is het een beetje. Vind ik leuk, weet je. Vind ik leuk. Nou. Heel simpel. Deze moet hier. Nee. Is niet goed. Deze moet niet hier. Kijk, hij moet zo.
even deze kapot. En hij moet hier. Nee. Zo moeilijk je op een piston plaatsen. Ja, kijk, dat is inderdaad moeilijker dan je denkt. Dat is inderdaad veel, maar dan ook echt veel moeilijker dan je denkt. Helemaal als je Job van Noemer Gamer bent, dan is het helemaal moeilijker als je denkt. Ik moet namelijk even dit doen. Kijk, let op. Poem. Geen commentaar. Het is misschien wel een commentary, maar geen commentaar op wat ik daarnet deed. Oké, we gaan het even opnieuw proberen. Ja, kijk eens aan. Oké, wat we dan moeten doen, is dan moeten we een redstone signaaltje hebben. En dat redstone signaaltje, dat moet hier onderdoor gaan. Nee, wacht. Denk nou, Job. Ik ben echt niet echt heel erg goed in redstone. Laten we eerlijk zijn. Dat is geen probleem. Dan doen we namelijk gewoon zo. En dan denk ik dat... Want hier moet dan een button komen te liggen, White. Ja, hier moet een button komen te liggen. Oké. Dat is te doen. Een button maken is niet gelukkig niet heel moeilijk. Zo. Ja, dan moeten we wel even deze gaan vervangen. Eigenlijk moet ik dan even... dan vervang ik het later wel even door wol. Oké, dan doe ik het wel even zo lang. Kut. Oh, ik ben echt een noob gewoon. Ik ben echt een fucking noob. Hoe de fuck krijg ik het voor elkaar? Dat was ook echt totaal niet de bedoeling, guys. Oké, wacht even. We moeten even logisch nadenken. Waarschijnlijk staat dat ding niet goed. Oh mijn god, Job. Wat ben jij echt dom bezig. Ik weet het, kijker. Geloof me, ik weet het. Ga ik dood van potion? Nee, toch? Ja, ik ga zo meteen echt gewoon letterlijk dood van potion. Oké, wacht even. Ik heb hem verkeerd geplaatst. Ja, zo had ik hem moeten plaatsen. Oké, weet je, ik doe het even zo. Nog een keer. Ik ga ze er niet eens in stoppen, denk ik. Ik heb er nog maar één. Job, wat ben je slim. Wat ben je slim. Wauw. Maar nee, dit ding moet dus geactiveerd worden door een pressure plate die hier ligt. Nou, kijk, hier is een piston. Dit ding moet naar voren geduwd worden. Maar hoe gaan we dat aanpakken? Dat is een beetje de vraag. Ik zit even na te denken, want ik doe dit namelijk nooit met redstone. Geloof me, kijker. Geloof me. Wat we zouden kunnen doen, is we zouden dit kunnen doen. Nee, wacht. Dan moeten we het even anders aanpakken. Als we hier... Ja, kijk, hier moet een wacht even. Ja. Hier moet een pressure plate komen te liggen. Die ervoor zorgt dat wij potions... Of dat wij hier ingeduwd worden. En dan raken we potions. Dat is het hele idee. Maar hoe de fuck worden we hier ingeduwd? Dat is echt moeilijk. Het is echt zo makkelijk eigenlijk, zou je zeggen. Maar wat we ook kunnen doen, is we doen gewoon dit. Weet je, dat is gewoon even een beetje de Job manier. Dat is gewoon een beetje de valstrik manier. Dan halen we dit even weg. Dit kan namelijk ook, hoor. Kijk, dat is echt iets wat ook kan. Misschien iets ingewikkelder allemaal. Maar of iets makkelijker en iets... Doe het maar niet. Het is heel obvious dat je het niet moet doen. Achtig. En jullie zullen snel genoeg begrijpen wat ik hiermee bedoel. What the fuck? Oh ja, een lever. Dat is een leverworst geworden. Oh mijn god, guys. Wat slecht. Hij bukt een beetje, dat weet ik. Maar dat wordt binnenkort gefixt. Want dan zouden we namelijk dit kunnen doen. Dit is wel ironisch. Ik hak heel even deze weg. Kijk, dat doe je dus zo. Kijk, wat we dan moeten doen, is we moeten een sign hebben. Kijk, dit is denk ik wel leuk, als ik eerlijk ben. Dit kan leuk zijn. Dit is wel echt een iets grappige manier zelfs nog. Gewoon zo. Deze moet even weg. Zo. Kijk, wat je dan hebt, is dan heb je dit. Oh, wacht even. Ik moet even eerst... Ik wil dit helemaal perfect hebben. Even helemaal perfect moet ik het maken. Zo. Hoppakeetje. Want dit gaat echt awesome worden, guys. Ik beloof het jullie. Dit gaat echt een hele grappige valstrik worden. Je haalt die lever om en kaboom. Je bent potioness. En jullie gaan zo meteen zien hoe ik dat heb gedaan. Eerst moet dit even zo. Oké. Ja, kijk. Ja, het begint al op een dolf te lijken, jongens. Geef toe. Het begint al op een dolf te lijken. We hebben misschien wel één hele aflevering over gedaan. Maar dan heb je wel wat. Laten we eerlijk zijn. Het ziet er wel awesome uit. Nou, wat je doet, is je komt hier. En dan moet even... Oh ja, we moesten een sign hebben. Ja, we moesten een sign hebben. Dat is waar ook. Hebben we die bij ons? Nee, die hebben we niet bij ons. Praat ik in de derde persoon? Ja, ik praat in de derde persoon. Als een baas. Nou, dan plaatsen we hier even een workbench. Want ik heb namelijk altijd workbenches nodig. Zo. Maak ik heel even snel een workbench om jullie even het een en ander te laten zien. Of ja, het een en ander te laten zien. Is een beetje groots gesproken. Fuck jou. Ah, als er een kip uitkomt, dan lig ik echt dubbel. Ah, jammer genoeg niet. Nou, wat ik even moet doen. Is ik moet even een sign maken. Zo. En wat ik dan doe is het volgende. Dit is echt fucking retarded eigenlijk, maar het maakt niet uit. Haal de lever om als je terug, als je op het goede spoor wilt komen. Haal de lever om als je op het goede spoor wilt komen. Oké, dan doe ik dat.
Geen commentaar. Ik moet die lever ergens anders zetten, waar ik het al weet. Just a moment. Piston is hier. Wacht, dan moeten we denk ik hier de lever plaatsen, denk ik. Hè? Waarom werkt die lever niet? Nee, ik weet het al. Ik weet het al. De lever moet hier. En dat kan hier niet door die carpet. Het werkt, het werkt. Oké, wacht. Ik moet even roze wol hebben. Dan is er niks aan de hand. Nu ziet het er heel raar uit, maar als ik roze wol heb, geloof me, kijken, dan is het helemaal gefixt. Roze wol. Gewoon roze wol. Komt goed. Als ik hier roze wol plaats, dan gebeurt er namelijk dit. Oké. Moet trouwens een knop worden, als ik eerlijk ben. Dat is wat logischer. Ja, het werkt. Het werkt, het werkt. Oké. Ja. Oké, dan moeten we dit even aanpassen, anders klopt het niet meer. Want het is namelijk... Oké. Druk op de knop om weer op het goede spoor te komen. Zo, druk op de knop om weer op het goede spoor te komen. Oh, dan zou ik wel hier moeten blijven. Oh ja, oh, dan moeten we even eens over sta hier. En sta hier moeten dan komen. Voordat je drukt, ga staan op het gele blokje. Dan maken we hier gewoon even een gold blok. Ja, een gold blok is cooler dan een normaal geel wolblokje. Oké. You're serious, what? You're fucking serious, what? Wat is dit? Oh, dit is het of niet? Dit is het of niet? Ja, dat is het. Ja, dat was het. Oh, dan kunnen we dat daar niet plaatsen. Oké, wacht even. Dan moeten we het anders doen. Oké, wacht. Ik heb een idee. Druk op... sta op het... gele blok. En druk op de knop om weer op... Op het goede. Ah, dit is zo moeilijk. Sign op het goede spoor te zijn. Ah, shit. Sta op het gele blok en druk op de knop om op het goede spoor. Voor het goede spoor. Sta op het gele blok en druk op de knop voor het goede spoor. Cool. Oké, dat doe ik dan maar. Oh nee. Oh nee, ik ben geflasht. Oh, fuck yeah. En hoe moet je hier uitkomen, vragen jullie af. Dan moet hier even een chest komen. Hier, met een enderpearl erin. Anders kan je er namelijk niet meer uit. Zo. Oké, nu heel rustig, Job. Plaats de potion erin en val er niet in, want dan ben je screwed. Je moet natuurlijk wel eens even een button hebben. Of geen button. Maar een... Hoe heet dat ding? Wacht even, ik moet even wat shit pakken. Oh, fuck. Ik wist het. Ik had het fucking kunnen weten. Maar het werkt. Hé, het werkt. Dat is een goed teken. Dat is een heel goed teken. Of zoiets. Het werkt. Wat ben ik daar blij mee. Oké. Ja, Job. Ik weet het. Of we plaatsen er iets anders. Weet je, we plaatsen er wat pijlen in. Dat is wel wat handiger voor mij, zeg maar. Want ik ben echt gewoon een no-go als het gaat om het maken van traps. Ik moet ze altijd eerst 4 keer bij mezelf uitvoeren. Voordat ik erachter kom dat het gevaarlijk is, zeg maar. Dat is wel echt iets wat bij mij hoort als trapmeester. Maar het is gelukt en daar ben ik blij mee. Let op, guys. Let op. Wacht, let op. Huh? Ik moet even alles oppakken. Oké. Ja. Ja! Nice! Oké. Ah, hij moet iets lager. Hij moet, momentje. En deze even weg. En deze even weg. En dit hebben. Deze hier zetten. Deze hier plaatsen. En doe dat niet. Hé, hey Job. Hoe kan dat? Ja, misschien omdat ik Job heet. Hier kunnen we een redstone blok plaatsen, denk ik. Dan zal het wel werken. Oké, dat is het laatste wat ik even ga proberen. En dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Want we zijn best wel aan het eind gekomen. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, het is misschien wel zo dat ik het een beetje apart heb gedaan.
op mijn manier. Maar als het goed is, in plaats daar een redstone blok werkt het ook gewoon. Dat is tenminste wel wat ik begreep van alles wat met redstone te maken heeft. Ja! Het werkte toch? Ja, het werkt. Oké. Redstone blok. Mag ik je terug? Ik mag je terug. Aight. Zo. Laten we... Ja, het werkt gewoon. Laten we het gewoon ophouden dat het werkt. En nu moet ik natuurlijk boven weten te komen zonder enige problemen. Zo. Even mijn pickaxe erbij. Even weghakken. En dan moet ik daar natuurlijk proberen. Fuck it, we moeten op deze manier. YOLO, YOLO, YOLO to the max. YOLO, YOLO, YOLO to the max. Zo. Oké, deze moet even hier geplaatst worden. Dus kaboomba. En zo. Nou, ik ben blij. Dit wordt allemaal even vervangen off screen. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken van deze nieuwe video. De volgende aflevering gaan we weer verder met het dolf. En dan gaan we gewoon een beetje het padgedeelte doen. Ik wou namelijk gewoon eerst even een trap maken. Leek me leuk, want je mag namelijk kiezen welke kant ga ik op. Ik ga voor links. Hé, kijk. Een knop en een sign. Sta op het blok. Klik hierop en je wordt bestormd door pijlen. Ik vind het een leuk idee. Ook al heeft het een tijdje gekost. Ik wil jullie toch allemaal bedanken voor het kijken. Degene die vandaag erin gaat komen is Lusa van Alphen. Even kijken of ik het goed heb geschreven. Dat is namelijk altijd wel belangrijk. Ja, ik heb het goed geschreven. Jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Hopelijk hebben jullie er weer van genoten. Ik persoonlijk wel. Vergeet natuurlijk niet even op het blauwe duimpje te klikken. Leuke reacties achter te laten. En even de bovenste link in de beschrijving te klikken voor mijn Twitch kanaal. Want daar stream ik namelijk op. Dat heb ik nu ook net gedaan. Hopelijk waren jullie erbij. Bedankt voor het kijken. En de schrik. Later mensen.